Het parlement heeft gisteren de milieuraamwet met algemene 29 stemmen aangenomen. De wet is tot stand gekomen in een samenwerking van coalitie en oppositie. Ook hebben diverse organisaties en personen zich hiervoor ingezet. Mede-initiatiefnemer Jennifer Geerling-Simons benadrukte dat deze wet heel belangrijk is voor Suriname. Alle neuzen waren volgens haar in één richting gericht. Minister Suharto Mustaja, die de regering vertegenwoordigde, zegt dat de wet een traject van 18 jaren heeft bewandeld. Ja, dank u wel. Het is voor mij wel een hele belangrijke dag. Ik bedank ten eerste de initiatiefnemers aan beide kanten van het parlement. Uzelf. Ik heb ook initiatief genomen, het Breeveld, het Gaidin, die is er vandaag niet. Het is een bijzondere dag en het zijn van die dagen waar ik me ondanks alles realiseer dat ik bevoorrecht ben om dit soort werk te mogen doen in het land. Het is niet altijd makkelijk, het gaat niet altijd hoe ik wil, maar dit zijn die dagen waarop je denkt van ai, ik heb een bijdrage mogen leveren. Want ik kan zeggen dat ik heel lang hier zit. Het is niet gelukt om een milieuwet helemaal hier te krijgen en aan te nemen. Maar ook in deze periode heeft het veel voeten in de aarde gehad om alle mensen in één richting te krijgen. Ik moet het parlement bedanken. Ik moet CI bedanken. Omdat het parlement een sweary heeft gemaakt hier. Ik bedoel Conservation International. Conservation International. Wanneer wij dit moment hebben bereikt, dan hebben wij inderdaad een heel lang traject afgelegd. Pakweg 18 jaren. Voornemens zijn vanmiddag afgerond middels deze milieuraamwet. Wij als regering willen ons aansluiten bij de slotopmerkingen van de fractieleider. Het lid Abdul en wensen zijn verwoording ook tot de onze te maken. Vicevoorzitter Melvin Bouva, die de vergadering leidde, zei dat velen niet geloofd hadden dat dit punt gezamenlijk en met alle organisaties bereikt zou worden. Suriname heeft volgens hem nu een breed gedragen milieuraamwet. Er moet voor gezorgd worden dat 93% bosbedekking van het land behouden blijft. Het ontwerp wordt aangenomen met algemene 29 stemmen. Gefeliciteerd op de eerste plaats iedereen die hier aan heeft gewerkt, beginnende bij de ambassadeur die eerder is genoemd, ambassadeur Lakin, die met zijn heel zijn hart en met alles wat hij in zich heeft gewerkt aan de totstandkoming van de samenwerking van alle partijen. Die verder hierin hebben gewerkt, de coördinatieunit, milieu, NIMOS, alle andere actoren. Tezamen ook de initiatiefgroep vanuit DNA, waar ik met veel genoegen ook onderdeel van heb mogen zijn, samen met de voorzitter Simons, Breeveld en Gayadin. U ziet een breed gedragen commissie. Wij feliciteren elkaar, maar we bedanken ook voor de inspanning die er is geweest, commissie van rapporteurs. En de deskundigen van zowel DNA, zowel de regering en alle andere actoren die hier aan hebben gewerkt. Melvin Bouva, gisteren na de aanname van de milieuraamwet in het parlement. De wet is met algemene 29 stemmen goedgekeurd.